Zeg Dirk, hoe vaak heb jij eigenlijk al in die biechtstoel gezeten? Nog geen ene keer. Eigenlijk, ja, Peter, ik moet dat eens doen, waarom niet? Ja, die biechtstoelen, dat zijn unieke stukken eigenlijk. Dat is een beschermd monument, zowel de buitenschil als de interieur. Dus wat dat betreft heb je toch altijd zoiets van, ik doe mijn fluwelen handschoentjes aan om iets vast te pakken. Maar ik ga dat eens doen in de biechtstoel zitten, waarom niet? Komde jij mij dan de biecht afnemen? Ja, ik ging net vragen, wat valt er eigenlijk op te biechten? Wat valt er op te biechten? Ja, dat ik mijn goede voornemens van 22 niet allemaal heb waargemaakt. Hé. Dat is altijd zo. Hé. Dus ik ga er waarschijnlijk nu met de winterrevue, als we aftellen op podium, terug een aantal hebben. Zo van, ja, ik ga dat doen dit jaar en dat doen dit jaar. En dat komt er dan weer niet van. Hé. Dus ja, in dat opzicht zou ik wel kunnen zeggen van, ja, ik heb plechtig beloofd om elke week te sporten en gezond te eten. En ja, dan komt dat er niet van. Hé. En dan doen jullie een persontbijt met koffiekoeken en dergelijke. Maar dat is toch gezond, koffiekoeken? Ik heb mijn stuk fruit al op voor vandaag. Hé. Een appelflap.